Iemand anders' mening interesseert me niet. Dat is de kracht achter alles. Zoek was. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat inderdaad het karakter wat om jou heen geschetst werd, eigenlijk op een gegeven moment een heel eigen leven is gaan leiden, zeg maar, waardoor je misschien nu ook bewuster misschien wat meer op de achtergrond bent gaan treden, om even dat juist een beetje leeg te laten lopen? Dat Absoluut man. Ik bedoel, er is geen ene interview tot de dag van vandaag. Ik ben al, weet ik veel, anderhalf jaar niet in de gevangenis geweest, maar we praten nog steeds over gevangenis. I don't know why. Mm-hmm. Nou, we kunnen bij deze vraag... I don't know why. Je weet toch... I just made a racket, je weet toch, I'm staying out of jail right now, maar die dingen komen niet naar voren en dat is best wel jammer, weet je. Praat je wel eens met Kees ook over hoe je dat nu een soort nieuwe start zou kunnen maken? Of in ieder geval nieuwe start, je bent er natuurlijk zelf al mee bezig, maar Wie ben ik? Is net als Jezus. Die probeert de mensen te zeggen dat hij voor iets goed kwam. En iedereen stenigt hem en gooit hem op de kruis. Hij kan niks zeggen, G. If you don't believe him, you don't believe him. Het is aan de volk of ze Campy accepteren of niet. Het is aan de volk of je mij ziet als een deel van de maatschappij. En alsof ik equal ben aan jou. Als ik niet equal ben aan jou, dan respecteer je mij sowieso niet. En dan zal ik nooit niet de successen bereiken wat ik moet bereiken. Want ik... werk net zo hard als iedere gemiddelde artiest. Ik maak goede muziek, ik werk hard, ik leef er veel in. I be going hard on my things, you know what I'm saying? Ik heb view content, ik heb fans. Je weet toch, dus het is aan de maatschappij die mij begint te zeggen dat ik slecht ben, of ik een kans krijg in deze maatschappij om artiest te zijn. Ben je omdat, ja, mensen kijken natuurlijk, mensen hebben al lang gewacht op dit album en zijn ook nieuwsgierig, kijken dus mee. Ben je daardoor ook, als je teksten schrijft, soms een beetje extra bewust van... god, dit gaan straks miljoenen mensen horen. En merk je dat je dat een beetje voelt op het moment dat je aan het schrijven bent? Of kun je dat loslaten? Nee, man. Ik denk er helemaal niet over na, man. Ik denk er gewoon helemaal niet over na. Misschien, ja, als ik klaar met mijn schrijven ben, dan krijg ik zo'n rush. Wow, dat is dope. Oh, mensen gaan dit geweldig vinden. Of mensen, wat gaan mensen hiervan zeggen? Maar nee, man. Ik schrijf niet meer iets met de intentie voor een doelgroep of een... Ik schrijf wat ik wil schrijven, doe wat ik wil. If you don't like Diana, so be it. If you don't like me doing what I do, so be it. I like it. Je weet toch? Daarom ben ik zo positief nu. Dat van, I feel good. Je weet toch? En iemand anders' mening interesseert me niet. Dat is de kracht achter alles. En als ik kijk hoeveel vruchten dat geeft, weet je wel? Ik doe gewoon wat ik wil. En mensen staan gewoon in de rij om interviews te gooien en dat soort dingen. Dat is like, wow, it's amazing. Loving it. Ja, je noemde het nummer Diana inderdaad al, met Lucky Fons samen ook. Hoe is dat een beetje ontstaan eigenlijk? Want is dat iets wat je inderdaad 4 jaar geleden bij wijze van spreken nooit had kunnen doen? Ik had het niet kunnen doen ten eerste, maar het is heel natuurlijk gegaan. Het is heel natuurlijk. Ik had een nummer klaar liggen wat ik meteen wil doen. Hij is erop gesprongen, hij heeft nagekeken van, is dit wat we moeten doen? Ik dacht van, hé, laten we nog eens proberen, laten we een beetje gaan jammen. Wat voor nummer was dat? Was dat al een beetje in die vibe? Of was het, nee, het was heel iets anders. Het was iets wat meer in mijn straatje lag. En IJsland hadden we gewoon iets gedaan wat we samen van het begin konden maken. Weet je, hij begon zijn gitaar te pakken, speelde wat, dit, dat. Ik vond een bepaalde, die dum 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 dum, zeg ik, kan dat nog een keertje spelen. En hij bleef dat spelen en binnen 10 minuten of zo, maar het staat allemaal op tape. Hebben we het gewoon neergezet, man. Speel je eigenlijk zelf een instrument? Of? Ik speel helemaal geen instrument. Mijn tang is een gitaar, ik hit notes, ik ben een fucking pornstar. Ik whip O's. Dat is wat ik doe, man. Oh my god. Maar hoe vind je het eigenlijk? Want misschien is het voor jou een heel nieuwe manier van om zo met iemand samen te werken of zo een nummer te laten ontstaan met de gitaar. Ik kan me zo voorstellen dat het voor jou ook nieuw was. Hoe was dat? Of? Ik vond het heel tof, man. Dat is wat ik ben. Dat hoort bij mij, man. Dat maakt, je weet toch, G. Ik had het eigenlijk al lang moeten doen. Van. Ik ben een rasartiest, man. Ik hou van zoveel soorten muziek. I should be making all the sort of music. Je weet toch, van, damn, I love music, man. En ik ben hier in een hokje te plaatsen, dus waarom zou ik het niet doen? Maar zijn er ook, ja, je bent die stap zelf gezet, maar zijn er ook dingen waar je nu misschien zelf naar luistert, die je 4 of 5, wanneer dan ook, geleden ook niet had geluisterd? Bijvoorbeeld, ben je een beetje naar folk, soul, of country, of blues? Zijn dat dingen waar je altijd naar geluisterd hebt? Of ik zeg niet dat je... Ik luister van alles, man. Ik luister tegenwoordig... ik zit ook in Afrikaanse muziek en zo tegenwoordig. Ik zit in Prins, hij is gek. Hij is geweldig. Even kijken, wie nog? Ik zat een hele lange tijd in Adele. Dat vind ik ook heel geweldig. Ik vind Kid Cudi, ken je hem? Kid Cudi. Hij is getekend nu bij Kanye West. Niks level is on some shit. Maar ik hou van alles, man.
Laatst, toen dat ik de eerste keer dat ik met het programma van Ali B meedeed, had ik met Corrie Konings. Ze hebben een nummer, Gregorovic, zoiets geks. Oh, geweldig, hoe het opgenomen is, de manier van opnemen, de opbouw. Ja, dope man, ik hou van alles wat de muziek, joh. Maar is dat voor jou, ik kan me voorstellen, dat is wel een goede flow. In ieder geval het idee dat je dat nu ook zelf zou kunnen doen als je daar zin in hebt, dat je dat van je afgeworpen hebt. Bluff en zo, Akte en de Munnik. Vind je het mooi? Pff, doe serieus. Kan je dat nog vragen? Ja. Veldhuis en Kemper. Oh man. Zijn dat in de teksten die je aanspreken of ook gewoon de melodieën? Of de melodieën, de manier van op hoe je het zegt, hoe ze het neergooien. Alles man, zit er gewoon een bepaalde echtheid aan of zo, weet je wel. Dat is mooi man, dat is mooi. Ja.